Kathleen, je hebt een boek geschreven. Waarover gaat dat boek? Het boek heet Voor altijd mijn mama en het gaat over de weg die ik met mijn mama heb afgelegd. Want mijn mama die is ondertussen 61 jaar en heeft al 6 jaar Alzheimer. En voilà, we hebben samen al een hele lange weg afgelegd. Ook nog heel veel mooie momenten samen beleefd. En ja, ik wou dan een beetje van mij afschrijven in eerste instantie. En in tweede instantie, ja, blijft jong, dementie, toch nog altijd een heel groot taboe. Hoewel dat ik ondertussen al heel veel lotgenoten heb leren kennen. Dus ik hoop dat mensen die hetzelfde meemaken, toch een beetje troost en steun vinden in mijn boek. Wanneer is de diagnose bij jouw moeder gevallen? De diagnose van Alzheimer is gesteld toen ze 56 jaar was. En ik moet zeggen dat ik dat eerlijk gezegd eerst niet geloofde. Dat was bij een ziekenhuis bij ons in de buurt. En het eerste wat ik dacht van, ik moet dringend naar een universitair ziekenhuis van. Waar heeft die madame hier haar diploma gehaald, dacht ik. Ja, het is achteraf gezien grover te zeggen. Maar ik dacht echt, mijn mama is 56 jaar, Alzheimer, dat is voor oude mensen. Ik had eerlijk gezegd daar zelf nog nooit van gehoord, van jong dementie. Dus weer een reden te meer dat het hoog tijd werd dat er een boek over geschreven werd. Hè. Je zei 5 jaar geleden, dat was dus rond de tijd van jouw huwelijk. Dat klopt. Eigenlijk is ons huwelijk een beetje een keerpunt geweest. Want ja, die dag werd eigenlijk heel erg duidelijk, allee, natuurlijk de maanden daarvoor ook, dat mijn mama haar persoonlijkheid heel hard veranderd was. Ik zal u maar een voorbeeld geven, zo de huwelijksdag. We gingen ons dan 's morgens klaarmaken met ons mama thuis. En ja, ze was heel afwezig, nog meer gestrest dan ik. Zo geen interesse in mij, zo niet van, oh, je ziet er goed uit. Zo heel, heel zenuwachtig. We hebben zelfs in die periode, dat is heel erg om te zeggen, eerst hebben we een periode gedacht dat ze depressief was. En in die periode dachten we zelfs dat ze een beetje te veel dronk. Achteraf gezien heel triestig. Maar ja, dat bleken dus gewoon de tekenen van Alzheimer te zijn. Hè? Want dat zorgt ervoor dat heel je persoonlijkheid verandert. En dat je interesse eigenlijk in andere mensen volledig wegvalt. Je empathie valt ook weg. Je kunt je niet meer inleven in dingen, ook grapjes verstaan die ze niet meer. Het spreken werd ook altijd moeilijker, want dat had ze eigenlijk al van haar 50 jaar. Dat ze zo heel moeilijk op woorden kon komen. Dus achteraf gezien denk ik dat ze eigenlijk al Alzheimer heeft sinds haar 50ste. Maar we weten het pas sinds dat ze 56 is. Ik kan veronderstellen dat jullie lange tijd gedacht hebben, het heeft met het overlijden van haar man te maken, jouw vader. Ja, dat klopt. Eigenlijk, daarvoor had ze al wel wat spraakproblemen en begon zo de lichte oriëntatieproblemen te komen. Bijvoorbeeld als we dan iets gingen eten en ze ging naar het toilet, dan vond ze mij zo direct niet terug. Maar inderdaad, 10 jaar geleden is mijn papa gestorven en ja, die dag ben ik eigenlijk ook mijn mama kwijtgeraakt. Die is eigenlijk nooit nog hetzelfde geworden. En in het begin, allee, de eerste maand of zelfs het eerste jaar, dachten we, ja, dat is gewoon rouwen. Hè? Met een depressie, dachten we eigenlijk. Maar ja, blijkbaar heeft Alzheimer zich op dat moment harder gemanifesteerd. En ik heb dat met de professor ook achteraf besproken. En blijkbaar, allee, dat is niet wetenschappelijk bewezen, maar hij gelooft wel, als je zo een schokemotie beleeft, dat het allemaal ineens in een versneld proces kan gaan, die achteruitgang.